welkom bij de nieuwe video van Kees aan de Koop. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd. Wat wil je op zoek naar de datum, maar die ben ik even kwijt. Maandag 3 uur, tijd voor een nieuwe koopvideo. We gaan kippenkluifjes maken en zwarte knoflook. Tot zo. Zo, wat hebben we daar allemaal voor nodig? Zout naar behoefte, 150 gram water, 50 gram zwarte knoflook, gefermenteerde knoflook, hè. Kan je in de betere toko kopen. 50 gram extra virgin olijfolie en ik heb hier 9 kippenkluifjes. Goed, zo, de ingrediënten hebben we verteld, dan gaan we beginnen met maken. Eigenlijk heel simpel, hou je wel aan het recept, heel belangrijk. 150 gram water, 50 gram zwarte knoflook en de olijfolie. Doen we even een bakje en dan gaan we hem goed mixen met de staafmixer. Een beetje zo zit u zien. Komt door de knoflook. Meng het echt even heel goed door, heel belangrijk. Je ziet ook dat het een beetje gaat binden. Goed gemengd. Dan gaan we de kippenkluitjes heel goed zouten. Marinade erover. Zorg dat ze goed onder staan. Dan gaan we ze in de oven, 180 graden. Ongeveer 25 minuutjes. Zo, ik heb mijn kippenvleugeltjes uit de oven gehaald. Precies 25 minuten zijn ze erin geweest. Mooi gaar. Mooi goudbruin. Heerlijke kippenvleugeltjes in zwarte knoflook. Eet smakelijk! Vergeet een leuke video. Even liken, abonneren. Vergeet het belletje niet. En als jullie nou dingen hebben die jullie graag willen zien die ik moet maken, laat het even achter in de comments. We zien elkaar woensdag weer. Tot dan!